mensen, welkom bij een nieuwe video van Alles in één kanaal. Ik ben Emil en ik speel vandaag weer dit spel. Ja. Elsword. En ja. Ook level zijn we level 7. Ik denk dat we vandaag naar de volgende dungeon, naar de volgende plaats gaan. En zoals je kunt zien zien we er een beetje anders uit. Wow, ik ga even naar een plaats waar het minder druk is. Wat dan hier zo. En ja. Ik word achtervolgd door, door mezelf, maar dan minder cool. En ja. Ik ga nu dus de field in. Hier moet ik dus gaan vechten. En zo. Ja. Dus dat. Dat wordt gewoon super leuk. Dus hier ga ik. Ja. Je bent er toch? Ik ben toch op je bridge? Yo. Ja, oké. Okay. Oké. Okay. Hier. Ik snap het niet. Dan moet ik nou weer helemaal terug naar het begin en dan eerst naar dat andere plaatje toe gaan. Oké. Okay. Maar ja, zoals je kunt zien. Ik heb dit al een tijdje niet gespeeld omdat, ja. Ik was eens aan het wachten of dit wel bekeken zou worden. En blijkbaar is dit meer bekeken dan een van mijn League of Legends video's na een week. Dus dacht ik, oké, ik ga gewoon verder met de volgende. Dus nu ga ik terug naar het stadje en dan ga ik naar het begin. En dan, ik moet gewoon helemaal om gaan lopen. Ben ik blij dat ik nog geen level 15 ben. Eigenlijk zou ik, nee eigenlijk niet. Eigenlijk zou ik het super vet vinden als ik level 15 was. Ik ga kijken of we in deze episode, ja, level 15 kunnen bereiken. En dan de volgende episode, daarna wordt dan class change. En dat is leuk, want ja, class changes zijn leuk. Want ja, zoals ik al volgens mij al eerder had verteld, kun je op level 15 een class change doen. En die verandert dan nog een keer uiteindelijk. Dus dat is gewoon heel cool. Yes! Eindelijk. Oh my god. Oké, deze bitch moet ik dood hebben. Ga ik niet dood ook niet, hè? Oké. En de mercenaries. Oh nee, dan moet ik op de bridge. Dus het eerste wat ik doe is. Even clear de dungeon. Oeh, yes, een nieuwe boog. Eindelijk. Eindelijk heb ik iets wat ik kan gebruiken. Tada! De Red Giant boog. Die ziet er best wel vet uit. Nu heb ik een volledige Red Giant set en dat is cool. Oké. Okay. Door naar de volgende plaats. Weer teruglopen. Deze game is heel veel lopen. Ik weet het niet, maar. Ik wil het met jullie hebben over. Ja, wat ik ga doen met dit kanaal. Ik ga games spelen, challenges. Als jullie een challenge voor mij hebben die ik moet doen, weet ik veel. Ik heb zelf al een challenge die ik wil gaan doen. Het is niet echt een bekende challenge, maar het is gewoon iets waar. Een echt mentale challenge. Dat gewoon. Er is een begrip dat heet. Polyphasic sleeping, oftewel ja, iets van dat ik slaap in plaats van dat ik één keer heel lang slaap, net zoals normale mensen, slaap ik een paar keer en dan iets minder lang en daardoor slaap ik minder. Maar ik slaap dan daarmee gewoon een stuk minder en ik slaap anders en dat is heel raar. En mij lijkt het cool om dat eens een keer uit te proberen hoe dat zit. Oké, okay. Die moet ik niet hebben. Oh ja, die beestjes, die zijn ook leuk. Oké, go! Oh shit. Woep, woep. Oké, twee dood, nog 6, ik bedoel nog 4 te gaan. Bitch! Oh, hij heeft wel eigenlijk cool karakter.
Boom, boom, boom. Ik stal hem gewoon. 4 dood, holy shit. Ik steal zijn beast gewoon. Dan kan ik wachten tot ik meer abilities krijg. Krijg je op level 5 niet nog een skill of... Ja, nee, ja. Can be used from level 13. Wat? Er staat level 5, maar... Oké. Okay. Dan niet. En... Is de scout button beter dan mijn broek? Nee, totaal niet. Oké, okay, tijd om dus op zoek te gaan. Oh, hier zijn jullie. Bam. Oké, okay, go. We gaan heen. Nou. Kijk. Ja, what the heck. Je doet het verkeerd. Je bent geen goede chung. Ik was beter toen ik hem was. Oké. Okay, missie klaar. Woe. Kan ik eindelijk weer een dungeon gaan doen? Want dungeons zijn leuk. Fuck you. Weet je wat? Fuck de develop trust missie. Ik ga naar... Ik ga de stad in. En dan ga ik zien maar hoe het gaat. Ja. Ik zet deze even iets dichterbij. Ik weet niet of dat beter klinkt. Maar de volgende keer zal ik eraan denken om het geluid harder te zetten. Ja. Ja, dus eindelijk kan ik een dungeon gaan doen. Shadow Forest. Het is leuk om dungeons met meerdere personen te doen, maar dat gaat amper. Oh ja, en op mijn Engelse kanaal ga ik waarschijnlijk dit spel ook spelen, maar dan echt een story playthrough. Dit is gewoon een beetje voor de lol en gewoon een beetje van de zijkant. Ik weet het niet precies. League of Legends is denk ik... Ik moet meer lollige dingen gaan doen en zo. En natuurlijk, als ik... als ik dus dat slapen challenge ding ga doen... Dan ga ik er ook een vlog van bijhouden. Die daar helemaal elke dag... Ik ga dat een week doen. En dan zie ik wel hoe dat... wat het met mij doet eigenlijk. Want... Het is heel raar. Maar ik weet... Ja, lijkt me wel cool om te proberen. Kijk of de delay... Yup. Nope. Geen delay. Yeah. Volgende gedeelte. Zie je, dat is leuk. Je kunt gewoon... Ja, je moet gewoon vechten voor alles. En, ik ben level 9 nu. Ik hoop dat... Nou, ik denk niet dat ik level 15 ga bereiken voor het einde van deze aflevering. Anders zou deze aflevering een beetje lang... Wat is dat? Oh mijn god, dat ding is zo schattig. Een draakje. Hallo draakje. Doei draakje. Hij is nog steeds niet dood. Wat is dit? Ho, wat? Wat is dit? Wat? What the fuck? God draak hier. Oh my god. Dat was erg. Jij bent niks voor mij. Ik heb net met een draak gevocht. Poef. Boom, boom, boom. Echt die explosies overal. Pff. Waarom ben ik op... Waarom lijkt het opeens alsof ik groter ben? Volgens mij ben ik dat ook. Hè. Yep. Nou, en ik ben weer klein. Dat was even heel raar. Het leek alsof ik een stuk groter was. Ja, ik ben weer klein normaal. Nou was ik groot. Oké, okay, mooi. Dus nu gaan we... Ja, nu moeten we de baas. Wow, oké, de baas. Wat voor dan? Oké, schiet hem één keer in zijn kop. Oh shit, ik mis mijn ene skill. Woop. Schiet pijlen naar hem toe. Je gaat ook eraan. Oké.
Oké, ik heb één ding al gekilled. Ik bedoel, één missie heb ik al gedaan, dus dat is wel nice. Poeh. Raaah. Even rage en shit. Oh shit. Wow. Salto's en alles. Ja, dit stopt nu niet. Ik ben nu. What could have happened here? Oh my god, nee. 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 Oké. Cool. Volgens mij kan ik nu die aerotornado eindelijk doen. Of. Ik weet niet hoe het zit. Ah! Mijn ding ging even weg. Dus. Oké, tijd om terug te gaan naar de wereld. Twee missies gedaan. In één jungle. In één dungeon. Dat is wel nice. We gaan steeds sneller, dus. Oké. En ik kreeg helemaal geen niks cools. Dat is wel jammer. Normaal zou het zou leuk zijn als ik iets cools zou krijgen. Maar. Oh ja, die klote boog. Heb ik nog iets anders wat leuk is? Oh ja, die skill. Kan ik die nou eindelijk doen? Can be used. Oh wacht. Yes! Oh. Oh. Oh, die assault kick is so nice. Oh ja, dit is zo irritant. Om meer dan de 4 skills te kunnen gebruiken, moet je geld betalen. En dat is zo irritant. Oh my god, nee. Oké, zie je. Dan moet je deze medal kopen. Zo. En dat is klote. Ik heb in ieder geval mijn coole kattenhoofdjes. Dus Troy One Nightmare Crystal? Wat? Wat? Final Trial? Wat is Final Trial? Wat is dat? Clear 10 dungeons? Holy shit. Oké, ik heb een quest in Bantus Cave. Dus dat doe ik gewoon. Kan ik gelijk mijn nieuwe abilities oefenen. En kijken wat ze doen. Echt jammer dat ik. Oké, C. Wat? Oké. En mana is in één keer op. Dan nou. Goed gedaan, Emil. Je hebt dan één keer je mana opgemaakt door. Door een super cool ability. Pom. Bam! Oké. Nu al clear? Oké, naar de volgende. Kijk of dan die tornado kan doen eindelijk weer eens. Kan niet wachten. Oh ja, de giant red puru. Oké, go. Oh fuck, die dragen ze weer. What the heck? Holy shit, dat ding is groot. Au. Shit. Go, doe iets. Help me. Guardian. Took. Get wrecked. Oh ja, nu krijgen we de Titan fight. Oh yeah. Oh yeah. Oh what? Oké, go. Ah. Fairy Guardian, doe er iets aan.
Ush. Oh, dit is cool. Doof. Die Fairy Guardian en is helemaal een fact. Dus doof, doof. Go Fairy Guardian. Doom. Donald Trump. Doe het voor Donald Trump. Doe het voor Trump. Voor Trump. Zie je, dat is... What the fuck, die abilities van haar zijn cool. Ja, gaan we. Go Fairy. Grab. Let's go up. Has it. Oké. Okay. Ah, bijna. Bam! gewoon zo dat hele vleermuis ding in zijn gezicht. Sla de vleermuis in zijn gezicht. Yes! Oh, dit beest is geweldig. Oké, ik ga nu wachten we bij de... Ik kan niet wachten tot we bij de dingen zijn, bij de baas. Zie je hem hier. Oké. Ik moet zien te ontwijken totdat ik... Hij is gewoon aan het fighten. Doef! Voordat hij kan slaan. Nee! Shit, dat ging mis. Oké, dan gaan we gewoon dik close combat. Ja, close combat met een boog. Dat is hoe wij het doen hier in deze wereld. Close combat, maar dan met een boog. Poes. Oep. Zie je, dit is wat ik bedoel. Gewoon bam, bam, bam. Nou, misschien dat ik toch nog level 15 kan halen in deze aflevering. Geen idee hoe lang ik al aan het opnemen ben. Hopelijk is het nog steeds interessant. Een beetje. Ja, ik denk het niet. Maar ik doe dit gewoon voor de lol. En ik hoop dat jullie dit leuk vinden. Oké. Bam, 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 bam. Oké. Trump. Geen Trump. Oké. Everybody Trump. En Trump. En come on to the... In plaats van... Ja. Never mind. Oké. Fight. Oh mooi. Oké. Oh mijn god. Oké. Yep. Why het zichzelf in het gezicht dan? Ik ben veel te heet voor dit. Misschien omdat je bijna in de fik staat. Zoveel kracht komt er van je af. Daarom heb je het misschien heet. Ja, oké, dat slot nergens op. Oké, kan ik al... Wat dit? Nee, dit... Oh. Oké. Nee! Fuck that shit. Ik ga niet uitziende kleren aandoen. Dat slaat nergens op. Want dat is echt. Oké. Nou, jammer dat geen. Oké, wat zit er in de box? 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 Een broek. Oh, dat is zo'n level 17 broek. Die zijn wel cool. Ik heb zoveel wapens die niet voor mij zijn. Het slaat gewoon nergens meer op. Oké, ik ga nog... Nu moet ik deze op hard doen. En misschien dat ik dan nog een boog kan krijgen, dat hoop ik.
Dit wordt de laatste dungeon. Gewoon dit nog even en dan. Oké, dan. En op zijn minst level 11, dat is tenminste iets. Oké, als ik volgende aflevering heb, word ik level 15 en ga ik beginnen aan de quest voor de dinges. Dinges, ja. Ga ik beginnen aan. Ja, aan mijn change, mijn class change. Tijd voor dit. Oké, man. Woo! Oh, ik heb echt fucking veel abilities. Ik heb echt goede abilities nu. Misschien mag ik dit spelletje een keer bekijken of ik dit kan configureren naar controle. Dat leek me grappig. Het is een action RPG en het. Dit. Kijk, MapleStory of zo, dat is fijner met een keyboard. Want je hebt gewoon veel te veel dingen. Maar dit heb je niet zoveel dingen. En. Je hebt maar 4 skills. En. Ja. Dus het zou op een controller kunnen. Alleen de rest niet zo. Oh shit. Ah! Waarom. Ja, klootzak. Moet je dag, Hamling. What the heck? Wat heb ik jou ooit misdaan? Oh my god. What the fuck is er mis met jouw draakje? Stop ermee, draakje. Stout draakje. Draakje af. Braaf. What the fuck is dat? Waarom de fuck is Nightmare Ara daar opeens? Wie de fuck is Nightmare Ara? What the heck is dit voor game? Ik weet wie Ara is. Ara is een karakter in de game, maar Nightmare? Waar komt de Nightmare vandaan? Het is een Nightmare Before Christmas? Och, die film moet ik nog zien. Ik begrijp het van geen meter. Volgens mij zijn we gewoon two lost souls swimming in a fish dish. Dat draakje is wel erg genoeg en dan heb je ook nog dat beest. Ik begrijp het voor geen meter. Het is tijd voor de baas, tijd voor de baas. Roar. Oh yeah. To live, I would like to. Nou. Oké. Deze dude is slecht. Ja, dat is een makkelijke dungeon. Oké, 2 missies klaar. Pjoef. Wop, wop. Oh mijn god, ik word achtervolgd door vuur. Auw. Wajo! Die gooit mij hoog. Oh shit. Oh shit. Dat was eng. Oké, go. Doe. Gewoon slaan. Nee, nu moet ik weg. Ah, weer die fucking. Ik noem het Bami Sender. Want ik ben League of Legends verslaafd. Oké, heb eens. Ik heb hem. Get wrecked. Oh my god. Oké, ik heb geen boog gekregen. Dat is zo kloter. Ik heb gelukkig heb ik wel de Red Giant boog. Dus die ziet er tenminste nog leuk uit. Ik heb dit spel al redelijk vaak gespeeld en zo. Oké. Ja, met je pants in je. Oh wacht, dat zijn de gloves.
Ik heb nu gewoon mijn normale gloves aan. De gloves zijn cool, oké. Okay. What the fuck is dit? Oké. Okay. Oké, okay. Bandits kleren zien er tenminste goed uit, op zich. Zie je, dit gaat nog. En de andere bandits, van de bandits set zijn ook super cool. Dus. Selective reward. Nu heb ik een aasboog. Oh, oké, okay, die is best wel cool. Ja, oké, okay, die is best wel cool. Maar, ik hoop dat jullie dit leuk vonden. En laat een like achter, abonneer. En ik zie jullie in de volgende episode als ik dit weer maak. En doei!